Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan wij gewoon eens even kijken, ik doe even een lichtje aan voor jullie. Gaan we even kijken of we zover kunnen komen dat we de game gaan uitspelen. Misschien is dat deze aflevering, misschien is dat volgende aflevering, we gaan het zien. Baronef wacht op ons, zodra we door die deur stappen is er geen weg meer terug. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Zodra je... door de deur gaat, kun je niet meer verder. Dat weet ik. Ga maar door de deur. Daarom denk ik ook dat we redelijk aan het einde zitten namelijk. Dus Bronef bevindt zich achter deze deur. Als we ook de laatste aurasteen van hem kunnen krijgen, geloof ik dat mijn herinneringen weer terug zullen komen. Ja, het moment is eindelijk daar. Eindelijk. Zo, daar zijn jullie eindelijk. Hoe bevalt het jullie hier in ons nest? Bronef, jij harteloos monster, je zult boeten voor alles wat je hebt gedaan. Ah, ik zie dat je hart komt luchten, maar ik heb helaas geen tijd voor het geblaak van ezels. Nee, professor Layton, jij bent degene op wie ik heb gewacht. Ik nodig je uit om voor Tarjan te komen werken. Neem me niet kwalijk. Wat is dit voor misselijke grap? Luister niet naar hem. Fijns, maar geen verbazing, Layton. Je bent tenslotte een archeoloog. Je hebt de Azraanse ruïnes gezien en kent hun waarde. Meer macht dan wijsheid, macht en wijsheid dan de mensheid ooit heeft bezeten. Zeg me nu niet dat je niet in verleiding bent gekomen. Het vergroten van kennis is een nobel doel, maar moet in vrijheid worden nagestreefd, niet ten koste van rechten van de mens. Zo'n edele inborst. Desondanks ben jij ook hier omdat je de Azraanse eieren zoekt. Wat is nu echt het verschil tussen jou en mij? We lijken totaal niet op jou. Wij begrijpen hoe belangrijk vrije wil is. Belachelijk, lol. Dus waarom zouden we jouw slaven willen worden? Vrije wil? Ha, ben je zo gehecht aan je onafhankelijkheid dat je de beloning van gezamenlijk werk zomaar afwijst? Ach, wat maakt het ook uit. Laten we het niet langer over onze oneenigheden hebben. Wat dacht je van een spelletje? Dit is een oude favoriet van me. Een eenvoudig muntenspelletje. De winnaar krijgt het Azraanse ei. Zullen we? Akkoord, wat zijn de regels? Ik leg 24 munten op een rij. Volgens pakken we om de beurt munten op. Als jij aan de beurt bent, pak je er 1, 2 of 3 munten. Wat je wilt. Hetzelfde geldt voor mij. De persoon die de laatste munt oppakt, wint het spel. Zo eenvoudig is het. Ah, een strategisch spel dus. Laten we beginnen. Jij mag beslissen wie er begint. Ik ga al als eerst. Pakken drie. Pak er weer maar 1. Pak er 2. Maar hij pakt er 2. Nu moet ik opletten hoor. Ik denk dat als ik er nu... één pak. Kut, nu heeft hij gewonnen. Laat Bron even maar als eerst gaan. Dit is best lastig. Moet een beetje denken aan die Mario Party minigame. Met die boom, met die honeycombs. Even kijken. Op 4 uitkomen. Kan hij op 4 uitkomen? Ik doe 1. Ik denk dat ik hem nu kan winnen.
pak er nu 1. Ja. Nu pak ik er 3. Gewonnen. Zo te zien heb ik gewonnen, Bronef. En nu dan? Ik geloof dat jij het Azraanse ei op de afgesproken prijs was. Ja, ik heb niet echt een keuze, of wel? Je kunt het ei van me krijgen, maar voor je al te zelf ingenomen wordt, kijk hier eens naar. Hé, hey, vaders en moeders. Je hebt jezelf overtroffen, lieverd. Alles was heerlijk. Uiteraard, weet je dan niet wat voor dag het is vandaag? Het is de dag dat we kleine Herschel mee naar huis namen. De dag, dat is inmiddels meer dan 30 jaar geleden. Dat is toch bijna niet te geloven? Is het echt zo lang geleden? Warempel, je hebt helemaal gelijk. En wat hebben we een geluk gehad. Het is zo'n fijne tijd geweest. Nou en of, nou en of. Nee, hoe? Zijn ze niet enig samen? Je bent vast enorm op ze gesteld, Leten. Ik, wat ben je met ze van plan? Helemaal niks. Als je mijn uitnodiging accepteert. Laat u niet in de luren leggen, professor. Het is een truc. Wat ben jij vermoeiend. Denk eraan, Leten. Als je naar zijn geblaat luistert, zal ik voor jou ook geen genade hebben. De keuze is aan jou. Wat ga je doen? Ik, mijn ouders... Nee, ik zal me nooit of te nimmer bij Targent aansluiten. Niet? Dus eigenlijk geef je niks om je ouders. En ik dacht nog wel dat je zo zachtaardig was. Dus je neemt mijn aanbod niet aan zoals je wilt. Ik zal je niet dwingen hoor. Ik laat je vrij om te zien wat je gaat doen. Oké. Hier is het befaamde ei. Maar let op, Leten. Waar je ook gaat, ik ben altijd 1 stap voor en wacht overal op je. Professor? Uw ouders bedreigen. Zijn laaghartigheid kent werkelijk geen grenzen. Professor, weet u zeker... Ik bedoel, wat gaat er nu gebeuren? Ik weet het niet, Luke, maar de videobeelden waren in ieder geval niet live. Niet? Dat feestje vond vorige week plaats. Ik vond het erg jammer dat ik er niet bij kon zijn. Sterker nog, ik heb mijn moeder gisteren nog gebeld. Mijn ouders zijn in goede gezondheid, voor nu tenminste. Het is maar goed dat u ze recent nog heeft opgebeld. Ja, hè? Hopelijk heeft Bronef het te druk met de Azran om zijn dreigementen tot uitvoering te brengen. Het idee dat hij hen kwaad zou doen. Als professor Sycamore niks had gezegd, vrees ik dat ik zou hebben toegegeven. Dank u, professor. Ik ben ontzettend dankbaar. Geen enkel probleem. Ik ken de trucjes van Targent. Ik vraag me af of dit ei ook een trucje is. Het laatste ei. Het is echt. Dit is de laatste aurasteen. Professor, zodra ik de kracht van de aurasteen oproep, ben ik waarschijnlijk mezelf niet meer. Denk je dat echt, Aurora? Sinds het moment dat we deze toren betraden, voel ik al een zeer sterke sensatie. Geen gelukzaligheid of droefheid of angst, maar iets dat meer lijkt op drang. De neiging om mijn missie te volbrengen. Om me mijn plicht als afgezant van de Azran te herinneren. Ik voel een grote afstand tussen mijzelf en jullie. Wees niet bang, Aurora. Je bent meer dan alleen een afgezant van de Azran. Je bent onze trouwe metgezel en onze vriendin. Hoe ongerust we ook zijn over de dingen die gaan komen, we zullen ze gezamenlijk het hoofd bieden. Meent u dat echt, professor Sycamore? Professor Leten? Natuurlijk. Wat er ook gebeurt, we geloven in je, Aurora. Dank u. Uw woorden hebben me gesterkt. Ik ben klaar om de aurastenen te activeren en hun krachten ontketenen. Maar niet hier. We kunnen dit beter buiten doen. Kiboom. Het is zelfs een puzzel. Is iedereen er klaar voor? Dan zal ik beginnen. 5 stenen van de aura's. Hoor de roep van de afgezant. Onthul aan de wereld uw werkelijke vorm. Het is een puzzel over aurastenen. Eieren van de Azran. De 5 eieren, gewekt door Aurora's bevel, projecteren nu een lichtstraal, maar er klopt
iets niet met de stralen. Er zijn stukken vloer onverlicht. Pas per ijde lichtstraal aan door de paarse delen met de stylus te slepen en dan er kort op te tikken om de donkere delen licht te maken en andersom. Maak alle donkere stukken licht om een heldere lichtstraal te krijgen. Ah, oké. Okay. Zo. Dit is niet zo'n hele moeilijke puzzel, moet ik zeggen. Alleen zien jullie natuurlijk... als jullie het vervelend vinden, ja, is nu te laat hoor. Maar ik had het eigenlijk anders moeten doen. Zo. Oké, dit zijn ze alle vijf. Nu ben ik klaar, toch? Ja. Hopelijk heb ik het bij het rechte eind. Dat hoop ik ook, leden. Die puzzel deed me goed. Het is een sleutel. Ik had nooit verwacht dat de eieren van vorm zouden veranderen. Dit is het. De vijf eieren, oftewel vijf sleutels, vormen samen een grote sleutel om de macht van de Asran te ontketenen. Oh jee. Ik moet wel zeggen, er zit veel minder cutscenes in deze game dan in de vorige game die we speelden. Aurora, is er iets mis? Mijn hoofd. Nee, dat geloof ik niet. Dat is een leugen. Wat is er, Aurora? Kom terug. De kracht van de Asra. Een cutscene waar ik het net over had. Wat bedoel je? Zolang ik besta, loopt de wereld gevaar. Maar als ik ophoud te bestaan... Aurora, wacht! Zelfs als je ons nu zou verlaten, zijn er al zaken in gang gezet die we niet kunnen terugdraaien. De wereld is in groot gevaar. Jouw dood zal daar niets aan veranderen. Maar wat moet ik dan doen? Kom met ons mee. Help ons met de erfenis van de Asran. Ik weet het allemaal weer. Alle dingen die ik me... Oh, excuus. Ik weet het allemaal weer. Alle dingen die ik me niet wilde herinneren. Heeft de sleutel die herinneringen bij je opgewekt? De Asran hebben een bericht achtergelaten voor degenen die het kunnen ontcijferen. Op de plaats van ontwaken staat een poort. Open de poort en betreed het heiligdom. Daar ligt onze kracht verborgen. Zodra de sleutel werd gevormd, kende ik deze woorden. Het voelt alsof ik ze altijd al gekend heb. Het heiligdom van de Asran ontwaakt. Het roept mij. Nee, we moeten de sleutel weggooien. We mogen de poort niet openen. Kom nu, Aurora. Je bent wat overdonderd. Wellicht is de kracht in deze sleutel te veel voor je om te bevatten. Misschien heeft u gelijk. Zelfs nu, met de kracht die in mij stroomt, is het bijna ondraaglijk. Je ziet tamelijk bleek. We zullen een korte pauze nemen voor we de volgende stap doen. Ik zal intussen op de sleutel passen. Ik probeer nu al te rusten. Dank u, professor. Ga na. Is er iets? Oh. Deze ronde heb ik gewonnen, Leten. Dit kan niet waar zijn. Ken je me nu? De Skull. Wat? Was jij de hele tijd al bij ons?
Maar waarom? Ik begrijp het niet. Waarom wat? Waarom ik je de hele wereld oversleepte? Mijn enige zorg, het enige doel in mijn leven, is het te gronden richten van Target. Target nam me alles af wat me dierbaar was. Wat? Ik wist dat je een goede aanwinst zou zijn in mijn gevecht tegen Target. Dus ik heb je gebruikt, Layton. Zo simpel is het. Wie bent u werkelijk? Dit is niet het moment voor mijn levensverhaal. Ik heb nog meer te doen. Tot de volgende keer. Oh, hij gaat er vandoor! Hij gaat terug naar de Bostonius. Snel nu. We mogen hem niet laten ontsnappen. Nou ja, zeg. Het was gewoon de Skull. Ik weet zeker dat we hier iets kunnen vinden dat ons van dienst kan zijn. Echt, professor? Hoe kan iets hier ons helpen om de Skull te vangen? Ik geloof dat we de grootste kans op succes hebben als we doen wat hij deed en ons van de toren storten. Huh? We kunnen niet zo van een gebouw afspringen, zo hoog als dit. Dat is de snelste manier om beneden te komen. Ik ben echt niet van plan om zomaar te springen, maar om te zweven. Oh, ik snap het, professor. U wilt een soort deltavlieger bouwen. Precies, nu moeten we alleen nog de juiste materialen vinden om er een te bouwen. Dit zou moeten werken. Met zo'n spanwijdte zou het makkelijk het gewicht van een volwassene moeten kunnen houden. Kunnen we echt een deltavlieger hiervan bouwen? Welk geraamte is beter dan het skelet van een pterosaurus? Een wezen dat is gebouwd om te zweven. Kun je me een handje helpen? Volgens mij is het zo goed. Het voelt erg stevig. Dit zou wel eens echt kunnen werken. Tadaa. Goed, laten we opschieten. Professor, gaat u er echt van afspringen? We hebben geen tijd om te twijfelen. De Skull zal niet in het nest blijven talmen. Ben toch wel voorzichtig, professor. Maak je om mij geen zorgen. Jullie moeten ook naar beneden gaan en naar de landingsplaats begeven. Oei, professor. Kom op, Luke. We moeten gaan. Oeh, een Philippi. Dit is waanzin. De Skull, dit is belangrijker dan ons beiden. Je kunt er niet om praten. De erfenis van de Azraam is alles waar ik voor leef. Waar heeft u het over? Zwijg! Spannend. Voordat de Skull de sleutel van Aurora kreeg, hoorde hij ook wat ze zei, nietwaar? Op de plaats van ontwaken staat een poort. De plaats van ontwaken, dat moet wel eens over de ijsgrot gaan waar we Aurora hebben gevonden. Inderdaad, de Skull is ongetwijfeld op weg naar Friesborg. Maar wij hebben de Bostonius nog. Professor Sycamore. Oh, professor Sycamore. Bostonius is flying. It's flying high. It's flying high into the sky. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik denk zomaar de volgende aflevering dat de laatste is. Adios, amigos.